Nee. Vast wel eens in Nederland geprobeerd om met 3G iets binnen te halen. Dat is gewoon... Ja, de browsers gedragen zich ook anders tegenwoordig, hè? Dat viel me een tijdje geleden op. Vroeger had je de website staat en vervolgens wordt die ingevuld met allerlei leuke features en visuals. Langzaam en weet ik van wat. Ja. Weet het soort van skelet wat zichzelf invulde en rijker werd. Ja. Maar nu is het heel vaak, en zeker met JavaScript verrijkte websites. Dus die helpen met interactie en dat soort zaken. Je moet net zo lang wachten tot de JavaScript is ingeladen. Alle assets, plaatjes en CSS en zo zijn ingeladen. En vervolgens totdat het JavaScript is uitgevoerd. En dan, vonk, dan zie je de website. Heb je dat gezien met Twitter? Twitter die heeft dus echt zo'n een webapplicatie, wordt het dan genoemd. Een zware JavaScript ding. Ja. En dan typt je Twitter /Vasilis in. Mm-hmm. En dan werd dat /Vasilis werd vervangen door uitroepteken, of nee, hashtag uitroepteken /Vasilis. Geen enkele reden om dat te doen. Nee. En dan werd er een bonk JavaScript opgehaald. Ja. Wat heel lang duurde altijd. En daarna werd de pagina langzaam opgebouwd, als het al lukte. Heel traag. Ja, Twitter heeft nu besloten, oké, dat gaan we terugdraaien. En nu is het als je... Oh, echt waar? Ja, dat is al zo. Oh. De pagina's worden weer normaal op de server gerenderd. Ah, goed zo. En het is nu, boem, in één keer staat er, niet voor iedereen is het nog, het wordt langzaam uitgerold. Hmm. Maar dat is, wauw, een enorme... Dat is wel heel erg, dat is een interessante ontwikkeling. Ja. Maar denk je dat zij ook het web weer belangrijker gaan vinden en dat apps het gaan verliezen? Want ik heb begrepen dat een aantal app developers, zoals onze favoriet Tweetbot, dat die onder druk staan omdat Twitter zeg maar, zijn eigen API's weer terug aan het halen zijn. Ja, wat Twitter wil, en dat noemen ze dan, ik heb daar een stukje over gelezen, dat is best wel, wauw, wat ben je dan een tekstschrijver als je dat zo mooi kunt verpakken. Ja. Ze willen dat gesponsorde tweets more engaging kunnen zijn voor degene die ermee interacteert. Ja. Zo schreef ze dat echt op. Oftewel, de banners moeten eruit zien zoals ze willen. We willen banners in de tweets. Ach. Dat staat er dan eigenlijk. Ja. En dat deden ze al, of tenminste, dat was hun plan al. Alleen ze komen erachter dat dus dat externe of derde party, third party programmaatjes, ja, die kunnen dat kunnen filteren. Ja, die kunnen gewoon zeggen, nou die tonen we niet, die sponsor tweets. Nou, waarschijnlijk ook omdat partijen als Apple dat ook verbieden. Wat verbieden? Nou, je mag namelijk geen advertenties tonen buiten het advertentienetwerk van Apple als appmaker. Dus dan heb je een probleem. Ja, wat raar is natuurlijk, want je kijkt gewoon websites in Safari en daar staan ook gewoon advertenties in. Ja, ja, ja. Maar er schijnen restricties te zijn van hoe je dat kan of mag doen op een iDevice. Oh, grappig. Ja, dat is heel erg interessant. Maar goed, dus wachten tot de third-party applicaties dan aansluiten bij hun wens om advertenties zichtbaar te maken? Of is het gewoon van kappen ze het af? Zeggen ze van, weet je wat, wij hebben de zaken nu op orde en we gaan het nu vanaf hier nemen wij het wel over. Ik weet niet precies wat ze nu gaan doen. Oh. Dus dat... Dat wordt nog een verrassing inderdaad. Maar ze hebben in ieder geval hun site hebben ze 10 keer zo snel gemaakt door af te stappen van het idee dat je alles met JavaScript moet doen. Ja, ja. Gewoon wat elke weldenkende webdeveloper al wist. Daar zijn ze nu jaar achter gekomen. Er zijn verrassend veel websites die dat doen. Ik had op een zeker moment als experiment, wat was het ook weer, dat Blocker appje. Dat is een beetje alle externe assets die een website kan hebben als default blokkeert, dus niet inlaat. Ja. En een aantal websites, waaronder Twitter, laden gewoon niet. En dan krijg je een witte pagina. Ja. En dat is heel erg, fantastisch om te zien van, hey, kijk, ten eerste, mijn plugin werkt. Ja. Hij laat ook daadwerkelijk dingen niet. Maar dat was wel heel frustrerend voor mij, want dan moest ik dus telkens, dat wil ik aan hebben, et cetera.
Wat vaak ook betekende dat ik dus... Als ik naar Twitter ging, moest ik Twitter aanzetten. Maar het liefst wil ik niet dat Twitter zich laat op een andermans website. Zo, dat is allemaal een kruft wat ik niet nodig heb. Ja, het zijn eigenlijk zo van banners voor mij. Ja, Maar dat feest ging helaas niet door. Dat was, de plugin was niet precies genoeg.